Drie atleten van atletiekvereniging Groningen gaan naar het wereldkampioenschap atletiek dat eind augustus in Zuid-Korea plaatsvindt. Giovanni Codrington en Marit Dopheide zijn beide geselecteerd voor de 4x100 meter estafette. Rutger Smit is geselecteerd voor het onderdeel discuswerpen. Dopheide is volgens haar trainer Eddie Kiemel een opvallend jong talent. Ze heeft een ontzettend goed seizoen gehad dit jaar. Het is een beetje het seizoen van haar doorbraak. Dus ze is in ieder geval mentaal tip-top. Fysiek is het misschien al ietsje minder, omdat ze haar topvorm al heeft gehad. Aan de andere kant, ze hoeft maar 100 meter te lopen. En dat kan voor een 400 meter loopster eigenlijk altijd. Nooit eerder is het voorgekomen dat drie Groningse atleten geselecteerd zijn voor het WK. Hoe voelt dat? Ja, het is wel leuk om meerdere atleten van je club mee te hebben. Het was gewoon waarschijnlijk ook een kwestie van tijd. Want de dames zijn gewoon zo goed. Rutger blijft gewoon een wereldtopper. Ter voorbereidingen van het WK trainen de atleten momenteel in Papendal. Ze gaat onderdeel uitmaken van een estafetteploeg. En het belangrijkste bij een estafette is het overgeven van de stokjes. En dat moet getraind worden. Daar heb je de hele ploeg voor nodig. En dan komen er 6 dames uit het hele land komen samen op Papendal om het wisselen te trainen. De atleten hebben positieve verwachtingen over de toekomst. Gewoon goed doortrainen en we zien wel wat op het pad komt. Ik heb wel mijn concentratie voor volgend jaar, dus het EK in Londen. Dus ik hoop echt mee naar het EK te gaan en de Olympische Spelen. Naar de Olympische Spelen volgend jaar, dat zal dan waarschijnlijk ook een estafette verhaal moeten worden. Volgend jaar is er ook nog een EK, daar wil ze zeker naartoe. En 2016 Olympische Spelen is natuurlijk sowieso ook een doelstelling. En dat alles moet dan op de 400 meter gaan gebeuren.